toevallig? Niet! Oh, want ik zoek ook de... Ik zal me even netjes voorstellen. Hallo, Bas van der Zwaan, programma onderweg van L1. Oh, Jo Monen ben ik. Meneer Jo Monen. Meneer, Jo Monen. Ik kom hier gewoon een keer lekker werken, hoor. Daar is niks. Oh! Ik ben geen kuster, joh. Je zit geen kuster, maar jij hebt wel de sleutel. Nee. Ook niet? Ik ben niet aan het wachten. Oké, joh. Er zit binnen. Hartstikke toe. Er zit binnen, Lucas. Oh. Mogen we even met ook wachten? Jazeker. Ja? Zeker. Maar wat gaat je precies doen? Ik ben door een deur aan het verven. We hebben nu keuken gemaakt voor in de pastorie. Nu oh, keuken. Ik dacht al, wat moet een kerk nou met een keuken? Ja, ja. En de hosties te bakken of zo. Ja, is het dat? Maar in de een keuken in de pastorie? Ja. Maar waarom hebben een pastorie een keuken nodig? Of woont pastoor dan nog? Nee, ja, ik weet niet of dat pastorie heet. Weet je, een sacristie heet dat, hè? Sorry. Ah, de sacristie. Oh, ja. Dus ja, nou snap ik hem. Maar wat wordt er dan zoal in een sacristie gedaan aan kokkerellen? Die komen werken daar af en toe. En dan moet van een tas koffie in de rekening of zo. Ah, op de fiets. Ja. En daar is een gans nieuwe keuken voor geplaatst? Ja, die hebben we natuurlijk juist gekregen weer, enzovoort. En we zitten nog aan het schilderen. En daarvoor hebben we een duur die moet even moeten omhangen, omdat dat niet veilig is. We kregen weer andere veiligheidsvoorschriften. En Jo Monen is een beetje de vaste, vaste klusser van de kerk? We komen eigenlijk hier donderdag over altijd hier gaan klussen. Donderdagmorgen. En hoe lang doet je dat al? Ja, ik ben er niet zo lang bezig. Ik ben met een maand of 3 weken bezig. Dus ik ben er niet zo lang. Oh, dus je moet binnen de hiërarchie van de groep moet je nog een beetje op plekje vinden? Ja. Je hebt nog geen vaste stoel in de sacristie waar ze de koffie drinken. En we zitten nog in dezelfde groep als bij de Minor. We doen hetzelfde. We zitten op vrijwilligers door. De Minor is dat wat de voetbalclub. De voetbalclub, hè? Ja. En dat doet je neem ik aan wel al langer. Dat doe ik al, al 60 jaar, denk ik wel. Dus dat, wat klusjes of dat je bij de club ziet? Ook bij de club zitten. En ook klusjes, ja. Voetballen, klusjes, alles doen van de. Maar, we zijn gewoon met z'n vaste kliek doen, we zijn het ouder geworden, hè. En we zijn daar bijeen gebleven. Zelfs Jo Monen werd ouder. Ook. ja. 60 jaar bij de voetbalclub? Ja. Godsamme man, een eeuwigheid. Ja, dat is een eeuwigheid. Dus je ziet, want ja, hoe lang bestaat Minor? Minor bestaat dit jaar 100 jaar. Oh, dat is een club, dat is een traditionsverein. Ja. Ja. En dan ziet je, dus dan ziet je als nou ja, toch nog jonge knaap, min of meer. Ja. Als voetballer begon en nu zijn we als klusser, zijn we uitgescheid. Of gewoon veruitgescheid dan, is ooit. Heb je ook in het eerste van Minor gespeeld? Ja, heel lang geleden. Dus die capaciteit die had je toch wel? Ja, had ik wel, ja. Maar dan moest ook getraind worden in die tijd. Oh, dat wordt geen hobby vanoch? Dat wordt geen hobby. En dan moest op tijd naar bed, ja, dat was vroeger ook. Kreeg ze controle, hè. Dan kwamen ze s'ochtends controleren in de cafés. Dan moesten ze bellen, hoe moesten ze serieus? Bed. Ja, echt, ja. En wie deed dan de controle? Worden bestuursleden of de trainer? Bestuursleden worden. Ja, echt. En toen hadden ze weg, ik word door de biesje, dat wil ik niet zeggen, maar ik bleef in de dorp altijd hangen. Ja. Dus in die soorten kwaden werden, zo ik nog een flesje cola te drinken. En die hebben we gezien, hè. Met mijn andere konuiten en mijn collega's, die hoorden Valkenberg. En die hadden een slummer aangepakt. Die kwamen straks om 3 uur heen, man. Maar hadden die dan ook alleen maar cola gedronken? Ja, of, weet ik niet. En wat was dan, als ze dicht dan snapden in de kroeg? Ja, zinkt ze het op, reserve. Zonder meer reserve. En dat deed Pien in de NT? Dat deed Pien. En reserve was toen op reserve, hè. Het wordt op een bankje zitten en de kon ze er niet meer af? De kon ze echt niet af. Of dan moest ze even zijn bier breken? Of ja, zo ja. Hoeveel lui stond er toen langs de lien als ze in het, eerste van Minor speelden? Veel meer dan hoe. Want hoeveel mensen stond er nou op zondag nog langs de lien? 100, 150. Dan is het op? Ja. Wel jammer. Ja, jammer is dat, hè? Ja. Want het voetbal, tenminste wat nu gebeurt, voetbal is veel beter dan vroeger. Dat is zo weer. Dat, ja. Wie was het voetbal in nog een tijd dan? Kijk, vroeger was nog eens tijd van door te denken. Met heb ze door in mijn ogen niet meer. Het spel is veel sneller geworden. Veel vlotter, ja. Dat is zo. En wat voor voetballer word je? Ik word een back.
Ja? Rechtsback, ja. En een rechtsback? Ja. En een echte. En een echte? Zo'n terrier? Ja. Ja. Zo'n beetje een type Jan Hansen of zo? Barry van Aarle? Ja? Dus je wordt echt immers dit tweaker 44 minuten net wie poep aan de schoon. Daar raken ze niet kwijt, de jongen. Ja, daar komt dit langs. Als we langskomen, dan was het bestek niet eigenlijk niet. Ja. En word je hard maar wel fair? Ja. Nooit immers een doerschap verkocht? Nee, dat wordt er echt niet in. En dat denk ik niet. Het wordt zelf ook niet dat ze mee gaan dingen. Dus, Okay. Dus er was wel... sprake van respect in het veld. Ja, tuurlijk. Ja. Ja? Ja, zonder meer. Ja. Waar is het voetbal wat dat betreft vroeger dan beter dan nu? Op dat gebied? Maar weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Nee? Nee. Dus zo slecht is het tegenwoordig dan? Toch niet? Wat dat betreft nog niet. Nee. Kijk, daar is ook spelers bij die... wat ik zeg, gemeener worden. Dus van die tekstjes hoe daar liep, wat zij zetten dit zo. Hè. Oh, die huis is 60 jaar geleden. Ja, nou het op. Hey, en vroeger, in Ogentiet, hè, ja. Toen had ze nog niet die voetbalschool met alle kleuren van de regenboog. Wat dat van die voetbalschool van die echte, met die nergelongen nog, hè, die duimpjes. Ja, ja. Maar dan moest dat wordt toch ook levensgevuld, ja. Of niet? Ja, van we ook. Dan kon ze iemand zeggen het bijn mee ophalen. Ja. Ja, dat klopt. Dat klopt, dat heb ik ook altijd raar gevonden, dat altijd gemogen heeft en zo gaat. En het is onvoorstelbaar dat zo gaat. Want dan hoort zelfs toch, dat kost het lopen, dat kost ze huren. Tik, 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 dat wordt echt easier. Hè. En als ze dan van de klein lokaal naar het veld leeps en de leeps over de tegels, dan wordt ze nog even extra geslepen. Hè. Ja. Waren dat nou, moest je zelf de schoonpoetsen toe of wordt dat voor gedaan? Oeh. Gevoelig onderwerp. Ja, toen ik geen was, toen bij papa en mam, toen moest ik het zelf doen. Maar daaraan, toen ik getrouwd was, toen denk de vrouw dat. Oeh, dan had je een goeie vrouw. Wow, dat van die ouderwetse. Ja? Weet, hè? Hey, en als back, dan moest ze af en toe ook wel eens een belke kappen, hè? Ja. En dat worden vroeger, worden dat dan denk ik ook nog van die leren bel met die veters. Heb je dat nog meegemaakt? Ja, dat heb ik in het begin meegemaakt. Maar die moest het toch niet verkeerd op de kop krijgen? Nee, want dan. Maar kuppen worden minder dingen niet. Ook geen hobby van nog. Dus trainen niet, kuppen niet. Ja. Stiekem in de café zitten. Ja, stiekem. Maar het wordt niet. Het wordt geen drang in dat niet. Ik ben pas met beer begonnen, dat was misschien 23 jaar. Dus veel later. Hoe heb je het in hemelsnaam zo lang volgehouden bij de voetbalclub? Ja. Dus als ik ergens mee ben, dan blijf ik daar bieden. Als ik ergens schoot heen ben, dan blijf ik daar. Op het werk, ik heb 42 jaar op hetzelfde werk gezeten. Hetzelfde. Dus je ziet een trouwe hond? Ja. Als ik ergens heen ben, dan blijf ik daar. Dan heb ik de kinger gegeven daarmee. Wees ergens lid van. Niet om de twee dagen ergens anders heen gaan. Dat hoor ik niet van. Ja, dan moest wel keuzes maken waar ze goede vanmorgen dag is en waar ze ook achterblijft stond. Ja, juist. Ja. Maar dan is het wel zo natuurlijk dat als ze ergens voor gekozen is, het moet wel een plek zien waar ze zich op die gemaakt vult. Ja, zonder meer. Want het kan ook zien dat de sfeer om de geer niet leuk is, omdat ze zich niet goed behandelen of wat dan ook. Ja. Maar dan heb je eigenlijk ook wel... geluk gehad met Minor als voetbalclub, want dat moet dan wel een wermnest zien. Ja, dat betwijfel ik ook. En ik kies er zelf ook een beetje scheppen, denk ik. Als dat zelf een beetje, als ik niet bevullen ben, bijvoorbeeld ik heb 30 jaar in Heerlen gezeten. Ja. En dan voelde ik me niet meer happy en dan koos ik gelukkig, koos ik toen naar Mungo. En dan vond ik weer gelukkig door. En dan heb ik het weer, daarvoor heb ik dat 42 jaar volgehouden dus. Ik zit bijna op de helft. Nou ja, nog niet, maar bijna. Met dezelfde baas. Zul je het dan toch stiekem heel leuk zien, Rudy? Maar we zitten per kuster aan het wachten, hè? We zitten per kuster. Ja, maar dan maakt de deur niet op. Ja. Maar goed, maar joh, we stonden hier lekker in het zonnetje. Ja. Ik heb nog een achteringang. Oké, je hebt een achteringang? Ik ga het proberen. Want dan moeten we binnen zien. Mannen, we hebben alles voorbereid. Werkboks aan, stalen neuzen.
Ja, want ik zoek ook net ook al een keer hier achter hem lopen, maar die... Ja, die ben ik geweest. Maar je weet zeker dat er alleen maar is? Ja, ja. Ja, de brand leeg. Ik zie in de fiets, dan zie ik gewoon door, van mijn... Oh, die fiets was niet vanochtend? Nee, nee. Ik ben met de auto. Oh. Maar je woont wel nog in Nut? Ja, ja. Ja? Ja. Oh, zie je dat? Kijk. Oh, die schrik ze kapot. Hè? Dat denk ik. Goedemorgen. 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 Hoe ben je? Oh, ik ruik de verre van. Ja. Oh. Dit heb ik erbij. Dus ook, ik heb er meteen zin in haar. Nee. Ja, ik zou hier niks meer aan doen. Dit is goed voor. Verf is ook nu een hobby geweest. Nee. Maar ik neem aan, dit is grondverf, hè? Ja. Daar zitten de rest van mijn collega's. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Ja, wie zien we? Wie zoeken jullie? Hallo. Alles goed? Dit is wel een leuk. Goedemorgen. Dag. De mannen, de... Bas van der Zwaan, als je gaat. Juist. Ja, juist. Ik heb de gast vaker op tv gezien. Kijk, dat zou je kunnen. Ja. Ik ook nog niet, maar meestal is dat een soort van inrichtingsverkeer. Ja, dat denk ik. Ja. Is er al eens geklopt en voor te kloppen? Ja. Nou, nee, ja, we reden hier net door het dorp en toen zoeken we Jo. En Jo, dat was een beetje op en neer aan het pendelen tussen voordeur en achterdeur. Ja. En de name man, die stond in de kelboot en zei van neem eens maak de deur op. Maar, dus dat is de nieuwe keuken, Jo? Ja. Nou ja, de nieuwe keuken in de zakken. Goedemorgen. Want Jo zit ook van, ik ben er nog niet hoe lang ben. Nee. Bij dit groepje. Ja, ja. Dus de... Zo, want overigens is al geplaceerd, hè. Ja. Toch niet door de bliksem getroffen? Vooral. Nee, door de hond. De hond? De hond van de... Het de sacristie een eigen waakhond? Nee, dat is een aparte hond, hè. Een hond met gebruiksaanwijzing, hè? Jo, dit is een hond met gebruiksaanwijzing, hè? Ja. Oh, een lastige, zou ik dat zeggen. Oh, een lastige? Ja. En is dat nog een vers of is dat anders? Nee, een oude. En dan biedt een baas nog? Nee. Kijk, als die ruzie hebben, ik heb dikke ruzie met een andere hond, die gaan echt ertussenbij. Ah. En dan heb ik het gedaan. En ik heb een biedt erbij. Dus, heeft hij een eigen hond dit gedaan of een andere? Ja, dit heeft toevallig mijn eigen hond gedaan. Maar verder is het een hond oké? Dat is oké.